Heb ik je dat al verteld? Wat dan? Anneke werd gisteren wakker rond 5 uur met een knallende pijn. Echt waar? Is ze bevallen? Ja, wacht nou eventjes. Dus ze kwam bij het ziekenhuis aan, het zal ongeveer 6:30 geweest zijn. En om 6 uur krijgt ze de eerste wee. En nog geen uur later... Dus ze is bevallen? Wacht nou even. Waar was ik? Ja, om 7 uur krijgt ze de eerste prik. En dan heeft ze dus nog steeds niet genoeg ontsluiting, hè? Wat dus kan jij soms oeverloos langdradig zijn, zeg. Ben jij gek geworden? Zo praat je toch niet tegen mij? Jawel. Kan je niet gewoon een keertje iets kort maar krachtig iets vertellen? Is het nou bevallen, ja of nee? Wat kan mij nou schelen of haar eerste wee om 10 over of om 6:12 was? Nogal logisch dat ze bevallen is, maar goed. Als jij niet wil dat ik tegen je praat, dan zeg ik toch al niks meer. Nou, meisje of jongen? Poep! Kom op nou, Lin. Je moet je ook even kunnen voorstellen met die details van jou. Het duurt het soms 3 uur. En ik ben ook nog een beetje moe. Mm-hmm. Nou, sorry. Mm-hmm. Meisje of jongen? Nou, ze had dus elke 2 minuten een wee, hè? Moet je voorstellen, elke 2 minuten. En ze gaat zowat door het plafond van de pijn. En in haar ellende stoot ze ook nog zo, ja, zo'n flesje zuur orange, wat dan op zo'n bedtafeltje staat, dat gooit ze om, valt op de grond. Op dat moment komt dus de verpleegster binnenlopen en die gaat erover.